We hebben de groente laten ontwikkelen door Vito en de Universiteit van Gent. We hebben er heel hard voor samengewerkt natuurlijk. Vooral omdat we zagen dat in heel veel van onze milieuplannen, ik werk voor de dienst Energie en Milieu Antwerpen en heel veel zaken voor een duurzame stad, dat groen daar een belangrijk deel van de oplossing is. Los natuurlijk van altijd bronmaatregelen, bijvoorbeeld in ons actieplan luchtkwaliteit. In eerste instantie moeten we iets doen aan de luchtkwaliteit zelf en aan de uitstoot van fijnstof bijvoorbeeld. Maar het fijnstof dat toch in de lucht zit, kan wel gefilterd worden bijvoorbeeld door groen. Of groen kan een scherm vormen voor slechte luchtkwaliteit naar bijvoorbeeld een speelplaats toe of dat soort dingen. Dus daar was groen belangrijk, maar zeker ook voor ons klimaatbeleid. Wij werken zowel aan klimaatmitigatie, dat is dan zorgen dat er minder CO2 in de lucht komt. En groen heeft een belangrijke functie als CO2-sink, absorbeert CO2 in de biomassa, vooral van bomen, in het hout van bomen. En voor klimaatadaptatie is groen eigenlijk echt wel essentieel. Zoals we allemaal weten, verandert het klimaat. En vooral naar neerslag toe is dat in de stad heel gevoelig, omdat wij zo'n hoge afdekkingsgraad hebben. En hoe extremer de neerslag, hoe meer overstromingen. En dat is niet alleen op straat en voor de parkings een probleem, maar dikwijls ook voor de kelders van mensen, tot zelfs in de huizen. Dus daar moeten we zeker iets aan doen. En door meer groen te voorzien, kunnen we daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Wat ook veel interessanter is dan bijvoorbeeld de riolen te vergroten. Dat is een hele dure zaak. Dat zou normaal gezien moeten gebeuren in het licht van de klimaatverandering. Maar als we bovengronds en in groen veel meer water kunnen bufferen, dan kunnen we die kosten daarvoor gebruiken. En voor veel minder kosten evenveel oplossen. Op een veel aangenamere manier, met meer voordelen nog voor de rest van de leefomgeving.